Nou. Vrijdagochtend vertrok de Helmondse Carmen Kolen vanuit de kaasboerderij in Aarle-Riksel op een voettocht van 2200 kilometer naar Santiago de Compostela. De eerste etappe leidt naar haar appartement in Brandevoort, waar de bepakking op haar reisgenoot Prairie zal worden opgezadeld. Het is ook wel een beetje feestelijk, hè? Ja. Het is niet de trieste bedoeling natuurlijk. We moeten er wel iets van maken. We gaan ervan genieten, dus. Hey, hoe komt ik zie vaker mannen die net gepensioneerd zijn, die zie ik vaker een wandeltocht maken. Maar niet jonge vrouwen zoals jij. Nee, ik vorig jaar heb ik een burn-out gehad. En ik merkte dat ik hier, ik kon hier op de boerderij heel erg weer rust vinden. Ja. Alleen voor mij had ik langere tijd nodig om even echt alleen te zijn weg helemaal van deze maatschappij. Mm-hmm. En daarom ga ik naar Santiago. Hoe lang ga je erop doen? De verwachting is 4 maanden, maar duurt het langer, ben ik korter onderweg, dan duurt het korter. In principe gaat het niet om de duur of om of het lukt. Voor mij is het allemaal al gelukt en ik ben er nu al gelukkig van geworden. Kijk wat ik aan contact heb gekregen. Leuke ontmoetingen met mensen, met hem, lekker erop uit. Kan eigenlijk, het is, wat is of het goed gaat, weet je wel. Het is gewoon al goed gegaan. En 4 maanden is de verwachting en we zien het wel. Ja, je hebt geen idee waar je gaat overnachten en dat soort zaken, of wel? Nee, ik heb wel een paar aanbiedingen gekregen van mensen. En daar kan ik bij de abdij of bij pelgrimshoeves kan ik terecht. En verder zal het gewoon vragen of ik bij een boer op het land mag slapen. Of bij een klooster tussen de muren. Of bij mensen in de achtertuin. Vanmiddag kom ik, als het goed is, aan bij een hele lieve mevrouw die mij ook al onderdak in de tuin biedt. Dus dat is de eerste overnachting, die heb ik wel geregeld. En is het niet lastig dan de ezel kwijt te raken? Je zoekt eigenlijk in principe, als ik een stukje gras heb, dan is hij al blij. Want ik kan hem bijvoeren met een beetje ontbijtgraan. En mocht ik merken dat hij wat afvalt. En verder komt hij met gras en wat oude groenten en fruit van mij, komt hij een heel eind. Hij verzorgt eigenlijk zichzelf. En zijn jouw belevenissen nog ergens, hou je dat nou eens bij, mijn blog of iets? Ja, omdat ik dus ook hier de boerderij graag wil overnemen als ik terugkom. Om hier iets van te maken waar mensen met burn-out klachten terecht kunnen. Hou ik ook een blog bij, dus travelswithadonkey.nl. En daar kan je alles van onze avonturen terugvinden. Nou, dan wens je wel heel veel plezier. Dankjewel. En als mensen vragen hebben, kunnen ze altijd contact opnemen. Oké, goede reis, hè? Dankjewel.